Yo YouTube, van harte welkom op mijn kanaal. Welkom terug bij een serie die zo goed als is afgerond, namelijk Days Gone. Een let's play die ik in 60 hele 4K afleveringen op mijn YouTube kanaal heb geüpload. De complete walkthrough staat inmiddels al een tijdje online. We hebben zelfs de game Platinum gehaald op Twitch. En dat is in 2 Road to Platinum streams gebeurd. Die kan je ook altijd nog terugkijken. Die zal ik binnenkort ook uploaden naar YouTube. Maar nu komt misschien nog wel het belangrijkste. Er is veel om gevraagd. De echte totale afronding van de game zal gebeuren. Waarschijnlijk in deze aflevering 61 van Days Gone. Een aflevering waarin wij de laatste story missions in de wereld gaan doen. Een aflevering... en misschien wel meerdere afleveringen waarin we het echte einde van de game gaan vrijspelen, hoop ik. Ik heb me niet ingelezen, ik weet dus niet hoe ik het trigger of dat er misschien dingen te missen zijn. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, met me mee op avontuur gaan in deze wereld om de totale afronding van de game te capturen en zo vragen te laten beantwoorden. Welkom terug en let's go. St. John, are you there? O'Brien, what? Why are you on this channel? We tried contacting you on our channel. Well, I lost the radio the night that shit went down. Did she make it out? Your wife? Yeah, no thanks to you. I'm glad. There's something that I have to tell you. So talk. In person. Nah, I don't think so. It's important. Shit. In the Northern Cascades, there's an old pioneer cemetery. Yeah, okay. I know the one. Meet me there. Please. Nou, met dit stukje tekst zijn we de let's play gestopt. Ik kan er ook niet heel veel meer van maken dat ik complete paniek hoor in O'Brien's stem. Dat ik niet precies weet wat er aan de hand is. Maar dat er in ieder geval iets aan de hand is en hij zegt, kom zo snel mogelijk naar de begraafplaats, daar waar de game begon. Dus ik denk dat we ook maar naar hem moeten luisteren. In ieder geval, het is wel weer eventjes wennen aan de gameplay. Ik merk dat mijn sensitivity vooral even wennen is. En wat misschien ook wel kut is om te beseffen, wauw, het is wel weer vet om in deze wereld te zijn. Wat ook kut is om te beseffen is dat al die oren die hier op de grond liggen, die kan ik niet oppakken. Ik kan ze allemaal niet oppakken omdat mijn inventory vol zit. Dus ik moet eigenlijk eventjes shit gaan inleveren bij een kamp of zo. Een kamp wat misschien nog de meeste... Ja, wat is het? Welke heb de meeste oren nog nodig? Is dat hier? Kan ik hier nog in niveau omhoog? Ja, ik moet hier nog aardig in niveau omhoog. Ik ga even snel reizen. We kunnen sowieso op en neer snel reizen. Ik moet al die oren inleveren. Ik weet niet eens meer wat mijn handrem is, dus dat zal echt wel even wennen worden. Hey, a deacon, right? Yes. Was het hier? Die camera is teringgevoelig, wat de hel is daarmee aan de hand? Let me fix it real quick. Oké, jongens, tijdje niet gespeeld. Hey, en ik kom terug in de game en ik besef echt gewoon hoe gevoelig die camera stond afgesteld. Waardoor mijn camera de hele tijd bij het rondkijken op en neer knalde. Dat was niet echt heel handig. Laten we de premies inleveren. Hey, Deke. God damn it, bro. Yeah, Boozer and I decided to head down to Lost Lake for a while, just a change of scenery, you know. You guys ever coming back? Thought you were riding north. Yeah, I thought so too. I mean, we are, just have to take care of some stuff. Wat door alles te verkopen, zit ik nog steeds niet op vol vertrouwen. Maar ik had er wel insane veel. Knock him dead, Deacon. Yep, see you. Wat is Deacon toch een vette karakter, joh. Ik zie zijn kleding weer, ik hoor zijn voice acting weer, ik zie zijn tattoos weer. Ik zie de graphics van de game überhaupt weer en ik denk, oeh, lekker spel is het toch. Ongelooflijk. Right, gelukkig kunnen we vast zijn van al dit soort punten, want ik kan hier gewoon gratis tanken. Dus ik ga ook zeker niet tanken bij dit kamp. Ik zet die wel even uit, to be honest. En dan gaan we daar tanken. We zetten hierop ook een markering als het kan. Nee, het kan niet op twee dingen tegelijk. Oké, ik ga wel even fast travelen. Ik moet in ieder geval die oren weer oppakken, want ik wil natuurlijk nieuwe premies verzamelen. Dan tanken. En dan natuurlijk zo snel mogelijk naar story missions toe. Ik heb de game gemist, man, merk ik. Het is toch wel raar hè, dat een game zoals deze, terwijl je hem al kapot hebt gespeeld, platinum hebt gehaald, 60 afleveringen hebt geüpload. Dat je gewoon in je 61ste aflevering denkt, maar jezus, deze game is awesome. En ik heb het gemist. Shit. Wat ik vooral mooi vind aan dit spel is dat hij echt dus die... die premies op die kaart laat staan. Ja, dat vind ik wel ziek. Dat hij het gewoon op de kaart laat staan. Dat je alles hier kan oppakken, man. Kijk wat ik links onderin oppak. Ik heb 42 oren hierop gepakt. Nou, dat is altijd mooi. Eigenlijk, omdat ik net bij een kamp was, had ik echt mijn ammo moeten aanvullen. Maar goed, gelukkig heb ik mijn ammo buidels aan mijn motor hangen ook. Waar ik overigens wel eventjes, hoppakee, snel ga opslaan. Die repareer, had ze keertje, schrootje erop. Eventjes weer aan alle gamesystemen wennen, een snelle opslag, de handmatige markering kan uit. Kijk, hier jongens, heb ik zelfs nog dingen te doen. Dit is gewoon een Nero onderzoekslocatie, daar kan ik dus nog steeds gewoon mezelf upgraden. Hier gaat de missie van O'Brien verder, maar het is echt niet het enige. Hieronder gaat ook nog het een en ander verder. Kijk, hier heb ik gelukkig niks meer. En ik zeg gelukkig, omdat het gewoon een gigantisch groot spel is. Ik bedoel, we hebben hem natuurlijk al uitgespeeld. Hier is dan Wizard Island, waar nu die donkere guy aan de leiding is. Kun je dat nog herinneren? Hier hebben we dus nog een onderzoekslocatie. Ik heb er dus gewoon nog 2 op mijn map staan. En op de een of andere manier, omdat dat de enige 2 zijn die ik nog zie, krijg ik het gevoel dat ik die Nero onderzoekslocaties wil afronden voordat ik naar O'Brien ga. Waarom? Geen idee. Gewoon puur een gevoel. Dus ik ga eventjes daar naartoe fast travelen. En dan gaan we... Hier hebben we nog een missie voor. Ik ben geen Ripper. Dat is de afronding van het meisje die we helemaal aan het begin van het spel hebben ontmoet. En dan hebben we hier nog eentje voor Ricky. Namelijk ten goede aan de andere een soort herdenking voor Iron Mike. Vet hè? Dus ja, ik ben best wel een beetje fanatiek zoals je hoort. Ik ben helemaal weer into the game. En we gaan hem gewoon compleet afronden. Is en blijft een ontzettend ziek spel. Qua graphics, settings, whatever. Nou, laten we maar gaan. Richting de story mission in ieder geval... bij een bekende locatie voor ons allemaal. Ik weet alleen even niet meer hoe dat kamp heet. Lost Lake? Ja, Lost Lake, dat was het. Oké, dus start zelfs meteen een missie. Bijzonder. Kijk en huiver, ik heb er zin in. Hey, we got a goddamn ripper here! Turn around! Not a ripper! Hey, whoa, 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 hold up. I know her. Put that away, I got this. Okay, take care of her. Not my problem. What the hell is up with her? Wat heb ze gedaan? Is this your ride? It's a piece of shit. But it runs. Well, I don't know if you're sticking around, but I could have Ricky take a look at it. I brought some bounties to trade. Okay. Then I should probably introduce you to Joe Haslin. He's the bounty collector. He's right up this way. I'm not staying. I'm not staying in a goddamn camp. Yeah, do whatever you want. You know, while you're here, I'd like to introduce you to someone. Her name is Sarah. She had a kid sister that, well, her kid sister reminds me of you, so I thought that maybe you would like her. I had a sister. She was older than me. A pain in my ass. Kind of reminds me of my older brother, Boozer. Real pain in my ass. Actually, he's not my brother. We rode together in the AMC. And he's the head of security around here, so you should probably meet him too. I told you I'm not staying. And I heard you. Seriously, do whatever you want. So what kind of gun you got there? Are you making sure that you ride out with plenty of ammo? Yeah, I got enough. I'm good. Yeah. I was rather had to work at that. Mooi man, dit stukje. 100%, je bent nu veilig. Lisa doet me denken aan een zusje van Sarah. Ik zal haar beschermen. Nou. Zij heeft overduidelijk de mening klaar. Moeilijk te beschermen wordt dit in ieder geval. Ja, nou ja, dat was dus het stukje van Lisa. Het meisje wat o zo schattig was aan het begin. En compleet verscheurd is door deze wereld. De setting. De gebeurtenissen. Wat zij heeft meegemaakt. Wat Deacon heeft meegemaakt. Wat ze samen hebben meegemaakt. Een tijd in een ripperkamp vastgezeten. Daar toch Deacon geholpen. En dan nu is zij iemand die eigenlijk net als Deacon rondrijdt door de wereld. En ja, premies inlevert. En hoe noemen ze zo ook weer? Ik kan niet op dat woord komen. Ze noemen altijd een bepaalde naam. In ieder geval, dat is afgerond. 2 verhaallijnen 100% afgerond op deze manier. En we moeten nu naar Ricky toe gaan op de Lost Lake begraafplaats. En dat doen we natuurlijk uit respect voor Iron Mike. Maar tot nu toe vind ik het al een mooie afsluitingsaflevering. Want we hebben natuurlijk echt 60 afleveringen lang verschillende verhaallijnen gevolgd. Heel veel gebeurtenissen meegemaakt. Heel veel dingen gedaan in de wereld van Days Gone. En om dan nu dus in 1 aflevering... Waarschijnlijk worden het er meerdere hoor. Want ik denk niet dat het na die missie van O'Brien klaar is. Ik wil namelijk ook nog die Nero locaties doen. Maar ik ga ervan uit dat je dan een hele mooie afronding hebt van een verhaal wat al zo mooi was. Dus dat gebeurt niet vaak bij een Let's Play, kan ik jullie in ieder geval meegeven. Geeft ook wel weer aan wat voor klasse game Days Gone is. Hey, Deacon. Addy carved it herself. It's beautiful, right? Thanks. Yeah, it was a piece of redwood that Mike kept in his room. He once told me that when things settled down, he was going to make something out of it, like a cribbage board. Wait, a what? He doesn't play cribbage. Iron Mike played cribbage. No, but that's the point. That there'd come a day when something like that mattered again. Well... Oh, what does it say? Yeah, don't look at me. I just carved it. It's an old Hindu proverb. My mother taught it to me. It reads, rivers do not drink their own water, trees do not eat their own fruit, and clouds do not swallow their own rain. What great ones have is always for the benefit of others. What do you think? Well... Coming from you, I think that would have meant a lot to him. Yeah. Yeah, I think if Mike were here, he would probably say something like, what the hell does that even mean? Huh? Come on. Yeah, no, you're right. He would have said, what the hell does that mean? Followed by, what the hell are you doing standing around here? The world ain't gonna save itself, goddammit. Get to work. You're right again. Come on, guys, let's get to work. Oh, did I ever tell you about the time that Iron Mike saw Addy and I for the first time at the lodge in front of the fireplace? Oh, this is funny. Okay, so we were tangled up. No. We were all up in it. What? Addy, for the first time, and Iron Mike comes out and he looks at us. You can I'm not. You're such a pervert. Oh, deze game, man. Fantastisch. De gunst van Iron Mike terugwinnen is een goed idee. En dat hebben we overduidelijk gedaan. De cirkel is rond en we de sheriff vrijgespeeld. En een skin. Wat een mooi avontuur. En de cirkel is nog meer rond als je beseft dat ik met de sheriff die twee controleposts ga doen. Always need this. Altijd een geschubde stekelswam nodig? Oké. Always need this. We gaan dus eventjes naar de gunsmith hier toe. Gaan we ammo aanvullen. Ik ga de sheriff pakken. Misschien nog wat ammo aanvullen voor die Tommy gun. En dan gaan we naar die laatste twee Nero posts in de game. Nero controlepunten. Het zijn niet hele grote dingen hoor. Waarschijnlijk kan ik er alleen een audiorecorder oppakken of iets dergelijks. Zal wel, we zien het ook wel. You here to buy something? Hier heb ik in ieder geval ontzettend veel geld. Nee, je hoeft het niet te halen. Oh, fuck. Ja, fuck off, ouwe. Mijn motors voor de deur, die hoef je echt niet te halen voor $50. Dat is geldverneuking. Hey, how's it going, Deke? Joseph, world's best bounty collector. Ja, hier had ik ook al genoeg aan vertrouwen. Kan ik het beter bij een ander kamp inleveren? How's life treating you, Blair? Yeah, good. Pakketje. Yep. Alles lekker aanvullen, de zadeltas, munitie. Oké. Nou, hier kan ik dus, als het goed is, de sheriff. Yes, dit is hem. Hele lage vuursnelheid wel. Maar door hoge nauwkeurigheid en grote stopkracht heb je maar één schot nodig, staat er. Good choice. Speciale eenheid, machinegeweer of die IDF-pub. Even kijken wat dat voor wapen is, joh. Ik heb geen flauw idee. En het is natuurlijk wel leuk om met een lekker snipertje te gaan knallen, guys. Heerlijk. Yep. Hele andere loadout dan normaal. Het is nu echt gewoon een lijpe gun. Dus een sheriff, een lijpe sniper. En een lijp ander wapen. Ik vind het helemaal mooi. Laten we naar de eerste echte... Hoppakee. Controlepost gaan in de game. Waarom kan ik niet snel reizen? Ik ben niet dicht genoeg bij mijn motor. Oké. Doe open! Hey! Later, pik. En dan hoop ik dat jullie mijn planning snappen. Die laatste twee kruisjes op de map afronden en... Hoppakeetje. De laatste twee kruisjes op de map afronden en daarmee dan vervolgens met die progressie naar O'Brien gaan en zien wat we daar aantreffen. Weet je waarom ik denk dat ik die laatste kruis moet doen? Stel, het zijn voice recorders van Nero. Deer Crossing. You know, there was a time where that was a bad idea, and you know what? It still is. Stel, je kan dan misschien nog al die info die jij dus zelf hebt gevonden Oh, come on. Wow, wat de fuck gebeurt hier? Wat is er met... Het kan zijn... Wow, ik besef me opeens iets, weet je dat? Ik besef me opeens iets, want deze gameplay zag er bizar slecht uit. Dat zagen jullie allemaal. Ik schiet gewoon helemaal mis en mijn aim gaat all over the place. Maar ik besef me nu dat ik nu met mijn nieuwe Nacon controller speel al een tijdje. Die Pro Revolution Unlimited, bladibladibla. En ik denk gewoon oprecht dat die hele andere presets heeft. Ik mag toch wel hopen dat straks deze game nog überhaupt speelbaar is met mijn nieuwe controller, want tot nu toe vind ik hem zo overdreven gevoelig. Ik heb er nog bij geen enkele game last van gehad, maar bij deze game merk ik opeens dat die Nacon controller echt... ja, best wel overdreven gevoelig is. En laat je nou net heel veel moeten besturen. Camerabesturing de hele tijd. Ik besef mij nu dat ik hier al gewoon een keer geweest ben. Kijk maar, je ziet gewoon lijken liggen van rippers die toen helemaal aan stukken zijn gescheurd door een horde. Corn brute of niet? Lokkertje. Best wel wat scrap, want door die upgrades pakken we in één keer 5 schroot op. Oké, gelukkig valt het nu wel mee. Nu, dit was mijn eerste shooting action die gewoon een beetje doable was. Hey, it's not safe out here in the shit. I know where there's a camp. Camp? I'll go. Where? Show me. En dan moet ik er nu naar Ada Tucker sturen. Hot Springs. Go toward Three-Fingered Jack. Find the Salome Hot Springs. Talk to Al-Kai Turner. He'll help you out. Thank you so much for stopping. I was so dead. I was never getting out of there. Thank you. Tell him it was Deacon St. John. Keep your head down and run. Keep your head down, boy. Misschien alsnog een beetje stom, want ik zag bij de andere kampen dat daar nog vertrouwen gewonnen kon worden. Maar oké, so be it. We gaan naar de controlepost. Even kijken of ik goede aim heb. Nee, kijk, zie je? Ik merk heel erg dat die tikjes wie die geeft. What the fuck, oh? Wat kut dit! Alright boys, misschien heel stom, maar ik heb het gefixt en ik ben er dus achter, gelukkig. Er was dus gewoon een switch inderdaad. Een knopje. Van mijn controller, een nieuwe Nacon controller, er stond een switch. Op de achterkant van de controller zit een switch waarbij ik kan switchen tussen profile 1, 2 en PC. En hij stond op switch 2 en hij moest dus op 1 staan. Dus nu, als ik nu een tikje aan de controller geef, zie je, nou kan ik wel heel gevoelig aimen. En nu ook weer, zie je, één klein tikje is een beetje opzij. En niet in één keer, poink, naar rechts. Dus dat er überhaupt in zit, ja dat wist ik niet, dat is misschien mijn fout. Maar ik schrok al helemaal. Ik begon helemaal te twijfelen. Ik denk, oh jee. Straks is mijn gloednieuwe controller waar ik oh zo blij mee ben opeens helemaal kut. Alright, gaan we. We moeten een soort sprong maken. Ja, sure, Deacon. Valt precies tegen dat randje aan. Kan gebeuren, pik. Kan gebeuren. Beetje Ipka-tag. Is het gewoon... Het is een collectible. Ghetto-locatie-order. Wolfjes. Man, man, man. Wat zijn de graphics toch ook mooi. Hoe kan ik hier naar binnen? Dat is eventjes de vraag van nu. Oef, graphics. Oef. Ik was even vergeten hoe mooi deze game is. Besef dat de PS5 eraan komt, jongens. Oh, oh. Oh, wat heb ik daar nou zin in als ik dit allemaal zie. Dit is Ipkatek. Nog steeds geen idee wat je ermee kan, hè? Another Nero injector. Good. Zou dit betekenen dat ik letterlijk nog maar 1 keer stamina kan doen en 1 keer gezondheid? Of wat is het? Het is gezondheid en focus. Stamina is bij mij al helemaal goed. Nou, op naar de laatste Nero-locatie. En dan naar O'Brien. That should be it. Yeah. I can fix this. Maar kijk nou oprecht, kijk, ik snap dat jullie op YouTube kijken. En misschien kijken jullie wel helemaal niet met een 4K-scherm. Ik zit te gamen met een 4K-scherm. Maar goed, ik snap dat jullie natuurlijk niet allemaal op een 4K-scherm deze video kijken. Ik zit wel zelf op een 4K-tv te gamen. Maar ik vraag me gewoon heel erg af hoe vet de PS5 al niet gaat worden als je dit zo ziet. Dat wordt toch niet normaal? Als de PS4 Pro in 4K al zo is. Ik speel nog niet eens HDR, omdat mijn capture card dat niet aan kan. Dus als de PS5 uitkomt zal ik ook een capture card upgrade moeten doen. Maar dat gaat echt insane worden. En eind 2020 al, hè. Oh man, ik heb er zin in. Jongens, laten we fast travel pleuren op het volgende onderzoekslocatie. Dat doet pijn. Ik kom eventjes iemand helpen. Dat is wel een wapentje. Dankjewel, Iron Mike. Ja, toppertje. Ik had überhaupt gewoon de game gemist, dus dit soort dingen allemaal doen. Vind ik ook leuk om mee te pakken. En dan kan ik deze weer naar een kamp sturen waar ik misschien nog wat vertrouwen moet winnen. I got this. Hang on. You're gonna die out here. I know of a camp where it's safe. Camp? Where? Where? Show me. I'll go. Bij sommige kampen, heel vreemd, verdien ik nog vertrouwen terwijl ik al max vertrouwen heb. Head to Lost Lake. Ask for Ricky Patel. She'll take you in. I was done for. Holy shit! You know? Thank you so much. Thank you so much. Oh man. Name's Deacon. They know who I am. Okay, keep running. Stay out of sight. Hoe kan hij trouwens al de hele game lang niet weten dat er kampen in de buurt zijn? Een kamp? Hè? Een kamp? Waar? Best wel gek dat hier dus nog van die punten zijn die ik nog nooit heb ontdekt, hè. Een of andere mijn blijkbaar. Toch wilde ik hier ook even een fotootje van hebben. Had ziek idee. Olé olé. Oh, kijk eens wat er spullen joh. Ik ben benieuwd wat we hier gaan aantreffen. Of het volle bak gaat of dat er alleen een Nero area is. Een Nero beacon. Inside the mine. Micro recorder. Doc, what the hell are we doing? There's gotta be a thousand of these things here. Another Nero injector. Good. We're here. They're starting to move. What are you talking about? They're hibernating. This time of day. Doc, just let me work. Damn it. Almost shit. What the hell do you know? Echt hè? Goddamn, wat heftig man. Hier is het altijd een beetje dit weer. Hé, hey, eekhoorntjesbrood. Cute. Altijd een beetje bewolkt, onweer, dat soort shit. Maar nou wordt het eindelijk tijd om die rit af te leggen naar O'Brien. Deze aflevering te eindigen. En daar komen we erachter of er nog een volgende aflevering nodig zal zijn. Ik vind het heel spannend. Misschien is het wel ons laatste ritje in de game. In ieder geval die ik upload op YouTube. In ieder geval van de singleplayer. We kunnen ook nog een paar afleveringen maken van de uitdagingen. Maar dat zien we tegen die tijd alweer. Ik vind het ook zo raar dat hij wil dat we terugkeren naar de begraafplaats, daar waar de game startte. Dat is echt gewoon dat de cirkel helemaal rond is. Maar goed, mijn nieuwsgierigheid wordt straks beloond. We gaan het vanzelf zien, jongens. Mijn vragen zullen beantwoord worden. Waarom wil hij dat we teruggaan naar dit punt? Daar waar het allemaal begon. Nero-helikopter staat al klaar. Holy shit. Well, I can't say I expected to hear from you again. What is it this time? Believe me or not, I'm glad to see you again. That night at Wizard Island didn't seem to go well. What can I do for you, O'Brien? I'm here to warn you. Warn me? Warn me about what? You remember? I told you the infected were evolving. Right, yeah, freak's a freak. What the hell do I care? The strain of the virus, its effects on the human nervous and lymphatic systems is accelerating at an exponential rate. They knew all along, of course, that it was happening. The men above me, that's why they were so cautious, so secretive. I'm sorry. There's nothing you can do to stop them. There's nothing anyone can do. Jesus Christ. Je kunt niets doen. Op zoek naar... What the fuck? Dit is zo vreemd. Dit is zo vreemd voor de toekomst van de serie Days Gone. De toekomst van de franchise. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. You heard me talking about the black choppers? Nero choppers? Well, none have been sighted in days. But don't cool your heels just yet. Nero isn't done, not by a long shot. With Nero out of the skies, that can only mean one thing. They got what they're after, and they've all flown back to their coops. This is the endgame, friends. The feds have had this plan ready long before the freaks. Now, they're gonna roll over the earth. And woe to anyone who stands in their way. But we've hung on this long. We're not gonna give up now. We're fighters. We've survived 2 years in the shit, in the freak show. And we are nothing if not prepared. Like I said before, Cope, you don't know the half of it. But yeah, I'm with you on this one. It ain't over yet. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Wat gaat dit in godsnaam betekenen voor een Days Gone 2 bijvoorbeeld? Of een Days Gone met een naam eronder, weet je wel. Gewoon een prequel. Sequel. Whatever the fuck. Requel, tequel, pequel, kequel. Days Gone wordt heel vreemd nu. Wat is nou precies de boodschap van hem? Dat elk mens zelf op enig moment zal evolueren. Dat iedereen van Nero zal evolueren. Wat... De-evolving en Nero, zeker O'Brien, was er echt vaag aan toe. Holy shit. Dankjewel voor het kijken naar deze 61ste en daarmee slotaflevering van Days Gone. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En mochten jullie nog niets van dit einde weten, dan weten jullie het nu. Het lijkt me sterk, want er staat een tyfus grote markering op je beeldscherm. Maar dit is wel uniek. Dit is wel lijp. Dankjewel. En tot volgende afleveringen van volgende Let's Plays, volgende series. Later guys.